Van elke 10 kinderen gaan er 1 of 2 zonder ontbijt naar school. En dat moet anders, zeggen onderzoekers van het Voedingsbureau. Voor het 11e jaar organiseren ze daarom het Nationaal Schoolontbijt. Met veel tromgeroffel en aandacht begint het ontbijt vanochtend vroeg in het Museum voor Beeld en Geluid in Hilversum. Ik vind het wel heel erg cool dat je dit mag meemaken. Maar het zijn vooral heel veel camera's. Maar het is wel heel erg cool dat je dit mag doen. Het ontbijt hier is uitgebreid met bolletjes, boterhammen, krentenbollen, heel veel. Thuis ontbijten nog steeds te weinig kinderen elke dag, zegt de organisatie. Dat is trouwens vooral de schuld van de ouders. Iedereen hier weet dat ontbijten goed voor je is. Omdat het belangrijk is dat je energie moet hebben als je gaat starten bij de lessen. Kinderen moeten ook gewoon ontbijten. Anders zit je met een lege maag op school en dan wordt je schoolresultaat ook minder. Het is de brandstof van de dag. Zegt zanger Marco Borsato, die vanochtend met de kinderen mee eet. Hoe is het ontbijten met Marco Borsato? Dat vind ik heel erg leuk. Want dat maak je nooit zomaar mee. Meestal ontbijt ik met mijn gezin, maar dan mag je één keer met een beroemdheid ontbijten. Dus dat is wel heel erg cool. Vorige week was er ook kritiek op deze actie. Dan moeten we wel een beetje goed opletten met dat ontbijt, want het schijnt dus dat het te zoet, te zout en te vet is. Wat heb jij erop? Hagelslag. Hagelslag. Nou, er wordt hier dus vooral zoet ontbeten. Actievoerders klaagden dat er geen fruit bij het ontbijt zit. In Hilversum werd met nog iets niet helemaal het goede voorbeeld gegeven. De kinderen kregen allemaal een lesje trommelen met bestek. En dat kan je beter niet op school of thuis doen. De hele tafel is stuk, man. Ja, het moet halen. Dat moet je zo doen. Nou, daar zal het museum niet zo blij mee zijn. En in totaal ontbijten deze week bijna 1,5 miljoen kinderen op school.